Hallo, ik ben Ridder en zoals jullie misschien al weten, ik ga de rol van Bobby in Tina de Musical spelen. En ik zag je al kijken, dit is niet Imke. Nou, dat klopt. Imke kon vandaag niet en daarom presenteer ik vandaag Tina de Musical backstage. Kijk je mee naar de 6e auditiedag, dit keer in Snake. Ik sta hiernaast een hele belangrijke man, meneer regisseur. Ja. Even een vraagje, want ik ga de rol van Bobby spelen. Ja. Wie is Bobby? Wat is Bobby? Vertel. Nou kijk, Bobby werkt bij zijn oom André de Haas en dat is een bijbaantje, hij is een koerier. Dat is één. Aan de andere kant wil hij eigenlijk heel graag een popster worden. Want hij kan goed zingen en hij ziet er goed uit. Oeh, en heb je dan ook tips voor mij hoe ik deze rol het best kan voorbereiden? Ja, absoluut. Ik vind dat je de komende tijd heel goed moet opletten hoe je stoer kan kijken. Mm-hmm. Want je moet vooral, en ik vind dat je als er meiden naar je kijken ook meteen terug moet kijken. Je moet echt zingen goed oefenen dat je er staat. Want ja, daar valt ze ook op. Je bent een ster. Beetje op je kleding letten. Beetje op je haar letten, dat is allemaal ontzettend belangrijk. Want ja, je moet leren om een echte Bink te zijn. Als je nou 9 of 10 of 11 bent, ja, dan heb je wel een kusje gegeven, maar gezoend heb je niet. Dus we gaan in de voorstelling ook wel de cursus zoenen voor beginners doen. Dus daar zou ik maar vast een beetje rekening mee houden. Ja, ik krijg het er een beetje warm van. En je zei net haren en kleding, is dat allemaal een beetje geregeld bij mij? Ja, dat zie je nu al een beetje terug. Zo'n groen jackie en zo'n t-shirtje met een stoere, ja, en het haar met zo'n kuifel. Dat ik vind wel, ja precies, dat je dat zo een beetje op kan werpen. Dat is eigenlijk allemaal heel goed in de richting. Oké. Nu tijd voor serieuze zaken. We gaan de auditiezaal in. Hoe was het? Je bent net terug uit de auditieruimte. Vond je het spannend? Ja, ik was vooraf best wel zenuwachtig, maar toen ik eenmaal bezig was, viel het eigenlijk wel mee. Dus vond ik wel fijn. Ja, top. Ik heb het gezien en ik vond dat het heel goed ging. En ik heb gehoord dat jij meer musicals hebt gedaan. Dat klopt. Welke musicals? Kruimeltje en Hij gelooft in mij. Super professioneel. En heb je dus ook wel vaker auditie gedaan? Ja, klopt. En was deze auditie anders? Nou, ik merk wel, hoe meer audities je doet, hoe minder zenuwachtig je bent. Dus dat is wel heel fijn. Dat is inderdaad wel heel fijn. Dus je was niet zo heel zenuwachtig? Nee. Ja, en als je dan denkt van, hey, misschien mag ik zo meteen wel in Tina de Musical staan. Waar denk je dan aan? Ja, dat ik natuurlijk naast jou mag staan. Dat wordt helemaal leuk. Oeh, nou, je staat nu ook al naast me. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor de rode groep. De rode groep. Ik wil wel vragen, hoe ging het zo overal hier? Goed. Ja, heel goed. Ja, ik heb het gezien en ik vond het er allemaal echt super goed uitzien. Ging het zoals jullie hadden verwacht dat het zou gaan? Nou, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook wel weer niet. Want ze zijn wel veel aardiger dan ik had verwacht eigenlijk. Kijk, dat is iets moois. En hoe ging het met jou dan, Matthijs? Ook goed. Ja, en hoe vond je het als enige jongen? Een beetje raar. Welke rol zou jij graag willen spelen? Ja, een van de twee jongensrollen natuurlijk. Niet Tina? Nee, niet Tina. Nee, dat lijkt me niet zo goed. Nee. Had gekund, hè? Je weet het niet. En jullie? Tina. Tina. Toch wel allemaal Tina. Nou, wie weet staan jullie straks allemaal naast mij Tina te spelen. Zou je dat leuk vinden? Ja. Welke rol speel jij dan? Goeie vraag. Ik speel de rol van Bobby. En Tina wordt een beetje verliefd op Bobby.
De auditiedag is bijna voorbij. Ik had al super veel zin in Tina the Musical, maar na vandaag kan ik echt niet meer wachten. Gelukkig hoef jij nog maar 1 week te wachten op de nieuwe video. En dan is Imke er gewoon weer bij. De audities zijn dan in Zaandam. Ik ga nog even kijken. Vond je deze video nou ook zo leuk? Abonneer je dan op ons super toffe Tina YouTube kanaal en mis nooit de leukste video's. Doe de thumbs up en laat een leuke reactie achter in de comments. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!